Hey kijkers van mijn naam DVD, welkom bij een nieuwe aflevering van de PA Modpack. Wij zijn weer terug bij deze nieuwe video en in deze video gaan wij iets heel vets doen. Wij gaan namelijk weer verder met machines maken, want dat hebben we nog niet zo heel veel gedaan. We hebben eigenlijk alleen maar een alloy smelter en een engine gemaakt, zo'n culinary engine. Ik zal het hier beneden even laten zien en we staan op een hele random plek. Ik laat het zo even wat beter zien. Maar jongens, ik heb gezegd vandaag gaat er een invite uit, maar dat klopt niet. Ik ga bij de volgende aflevering een invite eruit doen. Waarom niet nu, Duncan? Nou, dat komt omdat ik een beetje tijdsnood heb. Dus daarom heb ik geen tijd gehad om jullie comments te lezen, want het kost toch echt wel even wat tijd. Dus daarom ga ik nu zeg maar gewoon een video maken, een aflevering maken en een andere keer gaat dus de invite eruit. Sorry, het spijt me, ik laat jullie nog heel even in spanning. En als je de vorige aflevering, of nee, niet de vorige aflevering, de aflevering voor de livestream, dus de aflevering voor de vorige aflevering nog niet heb gecheckt waar de invite uitgaat, check de hele aflevering. Ik zeg het, check de hele aflevering. En ga daarna je comment neerzetten met alles. En trouwens, comments neerzetten op dit soort video's helpt dan niet. Maar in ieder geval, ik ga jullie even wel laten zien. Want holy crap, wat is dit voor een soort van half raar gebouw. Dit is mijn nieuwe huis. Want ik heb besloten in de livestream van de vorige aflevering dat ik wilde gaan verhuizen. En ik dacht van, hey, dit is wel echt, ik wil echt het groot aanpakken. Dus ik dacht, ik ga even een zieke villa bouwen. Dus dat leek me wel een cool idee. En hier staat dan zeg maar zo'n home dingetje. Maar die ga ik dan nog even een keertje veranderen. In ieder geval, hier hebben wij dus in deze chest een paar stuffs, of een paar spullen. Hier hebben wij bijvoorbeeld de King Slime Dagger. Want aan het begin van de livestream hebben we een King Slime vermoord. Wat best wel awesome is. En ja, dit wordt dus echt een super groot en ziek huis. Het wordt ongeveer zo lang. Ik weet niet precies hoeveel, hoeveel ik van het huis ga gebruiken. Waarschijnlijk ga ik gewoon hele grote kamers maken. Die ik super vet ga inrichten en dat soort dingen. En ik ga hier een soort van haventje van maken. Dus dat wordt super vet. Voor de rest staan hieronder dus wat machines. Hier staat een portal naar mijn huis eigenlijk. Naar mijn basis. Want Single Paper Pro, oftewel Stefan, die had die even geplaatst. Vond ik wel aardig van hem. Hier zijn wat teleport dingetjes. De, even kijken. De Matter Transmitter en de Matter Receiver. Die kun je gebruiken naar de spawn. En hierin zitten dus allemaal spullen die wij nodig gaan hebben. Want wij gaan vandaag een quarry maken. Hier zit dus eigenlijk helemaal niks in. En deze is ook leeg. Dus we moeten waarschijnlijk even dadelijk de generator bijvullen. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan dus even een quarry plaatsen. Maar we hebben natuurlijk heel veel shit voor nodig. Want we hebben een engine nodig. We hebben engines nodig. We hebben de quarry zelf natuurlijk nodig. Oh shit, ik raak mijn microfoon aan. Sorry, dat is een rot geluid. En we moeten landmarks hebben, wat ook natuurlijk super belangrijk is. Dus we moeten eerst even wat hout fixen. Nou, dat hebben we hier echt genoeg. Dus dan gooien we even een half stackje in. Nou, dat zijn weer twee stacks of zo. Dus dan kunnen we daar in ieder geval mee verder. Dus we gaan even maken een quarry. Even kijken, quarry. Nou, dan kunnen we in ieder geval een diamond pickaxe doen. Kunnen we dat dan maken? Nee, want we hebben geen sticks. Nou, dan hebben we die even gemaakt. Hoppatee. Oké, dat is dus al één item. Nice. Oké, dat is easy. Nu gaan wij voor de... Wat hebben we hier trouwens voor nodig? We hebben hier stone gear voor nodig. We hebben gelukkig genoeg cobblestone. Even kijken. Oh, we hebben niet genoeg sticks. Oh ja, dan moet ik even hier heel wat sticks van gaan maken. Dat is wel zo handig. Want we hebben dus... Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gears nodig. Dus dat zijn in ieder geval 7 stone gears die we dan nodig hebben. Even kijken. Dit zijn iron gears. En, oh, het zijn vooral iron. En die maak je uit een basic gear. En een basic gear maak je uit wooden gear met cobblestone. En de wooden gear maak je dus zo uit. Oké, dus we gaan hier even 6 van maken. Even kijken, dat redden we. Nee, oh kut, nee, dat is 1 te veel. Maakt niet uit. Oké, dat maakt niet uit. Even kijken, dan maken we hier dus natuurlijk stone gear van. Dus daar hebben we er ook 6 van nodig. Nou, dan doen we gewoon 7. Dat maakt niet meer zoveel uit. Behalve terwijl het, als het om iron en gold gaat en zo. Oh, wacht, dit kan ook gewoon. Wat? Wacht even. Hallo? Wat is dit nou weer? Dit is gewoon... Oh my god, dit is zoveel makkelijker. Wat zijn dit voor recipes dan? Oh my god, ik snap er echt geen ene moer meer van. Oké. Dus zeg maar de... Oké. Ja, blijkbaar is dit ook gewoon goed. Dit is ook een gear. Nou, daar hebben we dus heel veel verspild, maar dat maakt niet uit. Waarschijnlijk hebben we het nog nodig voor iets anders. Dus we kunnen de gold gear kunnen we ook nog doen. Dat is als het goed is dan dit. Daar hebben we er dan
3 van nodig volgens mij. Want we moeten natuurlijk ook van deze dan de diamond gear maken. Als ik dat niet verkeerd heb. Heb je 2 diamond gears nodig? Oh, je hebt 2 diamond gears nodig. Oeps, oké. Okay. Dus dan hebben we nog even eentje nodig. Huppatee. En dan hebben we nog een iron. Nee, dan hebben we nog een gold nodig, toch? Ja, volgens mij wel. Ja, oké. Okay. Dan moeten we even 1 iron. En dan weer 4 gold. Al mijn gold gaat hier aan. Echt waar. Dat is zo zonde, heb ik het dan het gevoel. Dat is echt zo zonde. Maar dat maakt niet uit. Oké, okay, we hebben redstone. We hebben nog een extra iron gear nodig. Oké, okay, daar hadden we nog één tekort van. Oepsie daisy. En als het goed is, kunnen we nu... Nee, we kunnen hem nog steeds niet maken. Wat missen we nou? We hebben de pickaxe. Oh, wacht. We hebben de pickaxe. We hebben de iron gear, zeg maar. We hebben de diamond gear. We hebben de gold gear. En we hebben de redstone. En toch doet hij het nu. Oké, okay, nice. We hebben een quarry. Nou, dat is in ieder geval 1. Wat we nu nodig hebben is dus de... Oh, wacht. Ik ga trouwens eerst even slapen. Als het goed is, kan dat gewoon. Want legendary exit. Zeg maar gewoon in de game. En dan kun je het gewoon... Want Chimoot zit nu even niet op de server. Wat hebben we nog meer nodig? Oké, we hebben landmarks nodig. Hoe maken we landmarks? Nou, dat is als het goed is dus een redstone torch. Ik ga het even proberen met 1. Oh ja, nou, dat is op zich prima. Oké, dan maken we nog even wat extra redstone torches. Volgens mij hebben we er maar 3 nodig. Of nou, we maken er gewoon 4 voor de zekerheid. Want het is in ieder geval wel chill als je in ieder geval zeker weet dat je genoeg hebt. Nu hebben wij nodig een Stirling Engine. Want we gaan gewoon lekker alles op kool doen. Als het goed is, is dit gewoon voor kool. Dus we maken er 2. Ik denk dat dat wel goed is. Dus dan kunnen we dit allemaal wel even weer oppakken. Hoppatee. Voor de rest hebben we glas nodig als het goed is. Ja, dit is glas en een stone gear. Nou, stone gears hebben we genoeg. Dus ze waren toch wel nuttig. Daar ben ik blij mee. Like, serieus, daar ben ik blij mee. Dus dat is wel cool. Dus we hebben eigenlijk alles alweer gefixt. Dus dat is wel nice. Wow, dit wordt waarschijnlijk misschien nog wel een hele korte aflevering ook. We moeten alleen wel even kijken... Waar de hel gaan wij onze dingen neerzetten? En trouwens, we hebben natuurlijk ook... Oh ja, ik was het alweer bijna vergeten. We hebben ook nog pipes nodig. Die moeten we ook even fixen inderdaad. Dus we gaan even kijken. Wooden transfer pipes gedoe. Wacht even. Waarom pakt hij hem nou niet? Dit is... Oh, wat? Oké, wacht. Huh? Oké, never mind. We gaan er gewoon... We doen wel zo even. Huppatee. Oh, mogen... Dit is quite clear glass. Is dat zeg maar dan... Oké, wacht. Hoe maak je van... wacht, wat kan je hiermee? Kan je zeg maar op U drukken en dat het dan laat zien wat je hiermee kan? Even kijken, wat hebben we hier dan allemaal? Dit is allemaal... Oh, hier kan je met een chisel kan je er... Oh, je kan er gewoon normaal glas van maken. Oké, dat is cool. Want we hebben gewoon een chisel in onze inventory. Ik dacht al, ik was zo bang, want toen het uit de... Ik had het namelijk gesmolten met de alloy smelter. En op het moment dat ik het eruit haalde, dacht ik van... Hey... Dit is niet echt kloppend of zo. Wat de hel. Dus ik ben blij dat het nu goed is. En dat het oké is dat we dit zo doen. Maar het was wel even schrikken voor mij. Dus in ieder geval, we zijn we're cool. Dus het is prima. Nu moeten we dus een locatie uitzoeken. En ik wilde ook nog even van deze chest... Oh my god. Niet de glider activeren. Een gold chest maken. Dus we maken even kijken. We hebben hier in ieder geval een normale chest. Dus we kunnen als het goed is dan... Een iron chest kan je dan doen. En dan kan je hier ook nog glas tussen doen. Dus dat is wel cool. Dus als we hier dan een iron chest hebben. Of een silver chest. Oh, dit is wel een iron chest. Oké, dan maken we eerst wel even een iron chest. En daar hebben we niet genoeg iron voor. Nice, wij zijn zo goed. Even kijken. Hier hebben we in ieder geval 1 iron. Misschien dat we hier nog wat hebben. Nope, dan moeten we dan maar even gaan smelten. Dat is zo gedaan. Dat is echt zo gedaan. Want let op, we hebben nu 5 iron. We doen even deze dingetjes erin. Ik heb er 1. What the fuck? Eentje is verdwenen, I guess. En hots. Oh, wacht. Dit is... Oh, oké, wacht. Dit is niet zo slim. Want het is dus zeg maar... de... Oh, oké, never mind. Laat maar. Weet je, het is prima. We doen gewoon even zo. Hop. Hots. Hots. En you got this. Ja, and go. There you go. Dat is 3 iron. Oh ja, wacht. Oh, dit is zo logisch. Dit is echt heel logisch. Het verdwijnt natuurlijk in de chest. Ik dacht al, waar gaat het niet in mijn inventory? Ik had namelijk... ik zal het wel even laten zien. Dat is wel leuk. Ik heb een systeem gemaakt. Of in ieder geval, ik heb geconfigured. Dat zeg maar, hier pakt hij de input van de chest. En hier doet hij de output naar de andere chest. Dus als je hier iets instopt. Bijvoorbeeld, we willen al deze iron natuurlijk nog gekookt hebben. Dan doet hij dat zeg maar zo eventjes. Dus dat is wel nice. Dan doet hij dat automatisch. Dit is alleen niet heel praktisch. Omdat hij niet auto-sorteert. Volgens mij is dat een upgrade die je moet maken. Maar ik ben lui, dus dat doe ik niet. Anyways.
Even over iets anders. We moeten dus even de gold chest maken. Volgens mij heb je dan ook nog... Ja, dan heb je 8 gold nodig. En dat hebben we niet. Damn it! Oké, weet je wat? Dan doen we het nu voor... Dan laten we dit gewoon zo zitten. En dan gaan we gewoon nu even checken waar wij de quarry neer kunnen plaatsen. Ik denk wel dat ik het in de buurt wil hebben, maar ook toch weer niet te dichtbij. Want de reden dat ik natuurlijk wegging bij het oude huis is dat ik zeg maar frame lag had. Ik had lage FPS. En ik wil dus niet dat er een super groot lelijk gapend gat in bij mijn huis zit. Dus ik moet wel even een mooi plekje vinden voor de quarry. Maar ik moet natuurlijk ook een beetje in de buurt zitten. Want anders werkt hij niet wanneer ik in de buurt ben. Want ik ga er geen blokken of weet ik het wat bij zetten. Dus ik moet even kijken. Wat is nou een mooi plekje? Ik denk dat ik een beetje die kant op wil gaan. Ik denk dat dat wel het beste is. Dus we gaan even hierin even in de slime booster. Want ik heb hier een extra slime booster gemaakt. En dan kunnen we even lekker makkelijk vliegen. En daar zit trouwens een zombiespanner. Kunnen we daar nog steeds heen? Volgens mij wel. Volgens mij hebben we nog steeds niks met die zombiespanner gedaan. Oké, we gaan hier wel even een quarry neerzetten. Ik denk dat dat wel kan. Volgens mij woont hier helemaal niemand. Volgens de minimap ook niet. Dus ik denk dat dit wel een mooi plekje is om neer te plaatsen. Oké, we doen dus even een quarry. Hots. Die zetten we hier neer. Oh ja, wacht, die quarry heeft nu uiteindelijk een eigen grootte. Maar als het goed is, kunnen we die met landmarks uitvergroten. Dus stel, we zetten hier een landmark neer. En even kijken, dan moeten we natuurlijk... Oh, dan moeten we... Wacht, hier, gewoon hier een landmark. En dan moeten we even een bouwblokje hebben. Dat is wel zo handig. Dan gooien we hier even een landmark neer. En dan weer... Dan moet die natuurlijk wel hier meer gelijk zijn. Dus dan hier... Pakt hij hem dan? Ik heb geen idee. Als ze hier rechtermuis kunnen opdoen. Misschien dat het helpt. Ik heb geen idee. We zien het vanzelf wel. Anders is het al heel erg. Anders heb ik geen idee hoe dit werkt. Maar, hey, I don't judge. Even kijken. We hebben hier de Sterling Engines. Die doen we even van de zijkant. Hots, hots. En hier doen we als het goed is dus coal in. Is dat hoe deze werkt? Of is het een andere? Is Sterling Engine weer iets anders? Ik heb denk ik volgens mij de verkeerde engine. Wat voor engine hebben we nodig? Ik heb geen idee. Volgens mij hebben we gewoon een redstone engine nodig. Of wat is zeg maar de... in ieder geval degene die op kool gaat. Volgens mij is dat dan de... I don't know, welke is dat? De clockwork? Nee, ook niet. Wacht, welke... Ik zal het wel even vragen. Welke engine... oh my god, ik kan echt niet typen. Engine draait op kool. Durf te vragen. Echt zo. Ik voel me nu zo dom nu ik dit niet weet. Maar het maakt niet uit. Het maakt echt niet uit. Wat we in ieder geval nodig hebben. En dan moeten we even checken. Want we hebben dus de cobblestone pipes. Oh jawel. Sterling engine. Maar wacht. Dit is... die heb ik. Maar met kool werkt hij niet. Dat is vreemd. Want als ze zeggen Sterling engine. En ik gooi er kool in. En hij werkt niet, dat is vreemd. Dus dan moeten we even kijken. Power met redstone. Oh, oké. Okay. Dus we moeten even redstone. Oh, wacht, ik heb wel redstone, dus dat is cool. Doet hij dit nu? Oh, wacht, er moet een redstone engine bij. Of wel, ik snap het niet meer. Gewoon lever. Oh ja, ik moet een lever. Oh ja, thanks. Ik was al zo basic vergeten dat je lever nodig hebt. Weet je wat, we doen gewoon even zo. Ik heb geen zin om cobblestone te halen. Dus we pleuren even twee blokjes kapot. Hoppatee. Oh wacht, we hadden nog cobblestone. Dunk, je bent zo geniaal. Ik ben echt, echt als het om Minecraft gaat. Ik ben soms echt zo'n retard. Oké, hij werkt. Perfect. Dankjewel. Wie zei het? Ik weet niet eens wie het zei. Wie zei het? Je bent een held. Oké, hier gaan allemaal blokjes. Dat is cool. Legendary X. Thanks. Oh my god. Oké, wat we dus even doen. We moeten dus even de cobblestone transfer pipe. Die kan hierop. Nice. Dan moet natuurlijk de wooden transfer pipe. Moet er overheen. Ik weet niet waar die inventory staat. Hier, oké. Dus dan pleuren we dit zo even zo. En als het goed is, komt dit dan zo goed aan. I don't know. Weet je, dit is geblokkeerd of zo. Ik weet niet hoe dit werkt. Misschien als we volledig stone doen. Misschien dat dat helpt. Ah, nou, dat gaat perfect. Oké, dat is nice. Lekker, Duncan. Oh my god, ik voel me zo awkward nu ik dit niet weet. Of nu ik het, zeg maar, niet wist. Ik voel me er zo dom over. Maar, we hebben dus wel even mooi dit gefixt. Die landmarks kunnen trouwens gewoon weg. Of die zijn gone. Die landmarks zijn gewoon serieus gone. Behalve deze. Want hij heeft ze gemined. Oh, wacht, misschien zitten ze dan alsnog in de chest. Volgens mij wel. Of nee, ook niet. Jammer. Oké, dat is balen.
Oké, eerst haalt hij in ieder geval altijd dit weg. Dat is een beetje zonde. Dus dit gaan we even met de hand allemaal wegslaan. Want ik vind het een beetje zonde als hij zeg maar alles handmatig nu gaat weghalen. En dat er allemaal seeds in komen. Dus nu registreert hij vanzelf wel van, oh, er zijn geen blokken meer. Dus dan kunnen we dadelijk... oh my god, het is echt heel veel dirt nog. What the fuck? Oké, dus we krijgen echt dadelijk een hele grote dirt magazijn. Maar dat is wel cool, want daar kunnen we natuurlijk ook heel veel shit mee doen. En dat hebben we ook nodig als we gaan bouwen. Dus dat is op zich wel prima. Oké, we gaan dus even hier wat shit droppen. Holy crap, ik heb zoveel troep in me. Zoveel troep in mijn inventory. Dat is echt niet normaal. Dan pakken we dit er natuurlijk even uit. En dan vliegen we weer even naar huis. Waar is huis überhaupt? Oh mijn god, ik ben het helemaal kwijt, joh. Ik ben het helemaal kwijt. Echt helemaal kwijt. Oké, in ieder geval... wat we trouwens ook nog kunnen doen, en dat is misschien wel een projectje voor binnenkort, is een portal gun maken. Want die zijn toch wel echt heel erg cool. Wat hebben we in ieder geval nodig? Een miniature black hole heb je dan nodig. En dan heb je in ieder geval, moet je een enderpearls vermoorden. En dan heb je natuurlijk een nether star nodig. Een nether star is nog wel even een dingetje met krijgen. Want we hebben dan natuurlijk soul sand nodig en de wither skeleton skulls. Nou, het punt is, ik weet niet hoe je aan wither skeleton skulls komt. Want ik heb wel mensen met nether stars gezien. Dus het is mogelijk. We hebben dus waarschijnlijk ergens in de nether iets waar je wither skeletons kan killen. Dus waarschijnlijk hebben we al een castle gevonden. Dus ik zal het offscreen wel even vragen. Ook dit... Oh my god, mijn Minecraft. Ook dit huis ga ik offcam afmaken. Dus dat zullen jullie wel zien. Of ik maak er een speedbuild van. You don't know. We zien vanzelf wel. Dus in ieder geval... Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, jongens. Als jullie deze video leuk vonden... Laat dan zeker net even een duimpje omhoog achter. Volgende aflevering gaat dus de invite eruit. Check dus even de... Niet de aflevering hiervoor, maar de aflevering daarvoor. En... Check de hele aflevering, want er staat belangrijke informatie in over de invite, over wat je in de comments moet zetten. Dus in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken en ik zie jullie hopelijk de volgende keer bij een nieuwe aflevering van de PM Modpack. Peace out!